Hallo, wij zijn Lucas en Jolien. En wij zijn vrijwilligers op het Jeugdfilmfestival. Het Jeugdfilmfestival gaat door in Antwerpen, maar ook in Brugge, in de Cinema Liberty. En hier zijn wij nu in Brugge. Ik zit hier nu samen met Gillian Raas, de hoofdrol van Dummy the Mummy. Kan je nog wat uitleg geven over de rol in de film? De rol van Goos. Goos is zeg maar een verlegen jongetje, zeg maar. Hij heeft niet heel veel vrienden. En dan vindt hij op een dag een mummy. En dan verandert alles. Wat verwacht je van de film? We hebben al een keer gezien hoe dat hij eruit ziet. Ik denk wel dat het mooi gaat zijn. Hoe hebt u het leren kennen in het Jeugdfilmfestival? Eigenlijk door een affiche in de stad. En iets waarvan ik dacht van oké, dat moet ik eens proberen met de kinderen. En dat was vorig jaar een succes, dus vandaar dit jaar opnieuw. Mijn zoontje is ongeveer even oud als de hoofdrolspelers. Dus ik denk dat hij zich heel goed kon inleven in de situatie. En mijn dochtertje vond het ook heel mooi. Hele mooie films. Bent u ook al eens geweest naar het hoofdpersonage en de regisseuse? Nee. Ik vond het heel fijn dat ze er zijn, maar ik ga straks nog wel eens ze geluk wensen met een hele goede film. Julian en Kees zijn heel professioneel. En de andere kinderen eromheen waren ook ontzettend goed. En we hebben ze eerst hebben heel veel soort spellessen met ze gedaan. Waardoor het al heel erg fijn met ze werkte. En op de set was het dus eigenlijk heel makkelijk.